ben vandaag weer bij de Action geweest, want ik had geld gekregen om eigenlijk aan de Action uit te geven. Dus ik ben bij de Action geweest en ik heb daar weer wat spelletjes gekocht. En ik heb dit keer één ding voor moederdag gekocht. Omdat mijn moeder eigenlijk heel erg wil van mij en alles. Dus ik ga het jullie laten zien. En dat is best wel een grote zak trouwens. Voor niet zoveel. Dus laten we maar beginnen. Gelijk voor moederdag is deze set met een douche en een body lotion. En ja, het zijn gewoon twee dingen van 50 milliliter. Dus die heb ik gehaald en die was... Ik heb trouwens twee bonnetjes, sorry, want ik ben onhandig geweest met afrekenen, maar oké. Die was 72 cent. Dan heb ik nog deze mok van BFF, Best Friends Forever. Maar ik wou eigenlijk net zoals die vorige kopen, voor degene die mijn vorige shoplog heb ik gezien. Maar die hadden ze niet meer, dus die heb ik dan gewoon deze moeten kopen. En die was 75 cent, net zoals de vorige. Alleen was even twijfelen. Dan heb ik deze, zullen we zeggen, spreeflakon gekocht, waar je dan hier gewoon water in kan doen. En die dan, als je bijvoorbeeld bezig bent met het haar, dat je het dan erin kan sprayen. Omdat ik doe wel tegenwoordig best wel wat vaker iets met mijn haar. En door al dat gepluis ben ik eigenlijk een beetje zat en met water voorkom ik dat eigenlijk een beetje. Dus daarvoor is deze. En die was... €0,69. Moet je hem even zoeken. Dan heb ik nagellakremover gekocht. Omdat mijne die was bijna op. Dus ik had nieuwe nagellakremover nodig. En ze hebben niet meer die grote flessen wat ze eerst altijd hadden. Want deze is 100 ml en die was 79 cent. Valt eigenlijk ook nog best mee. Dan weer mijn favoriete. Mijn coconut care doekjes. Die wat jullie ook al in de vorige shoplog hebben gezien. Want hier heb ik hem ook nog. En ik vind dit echt gewoon mijn favoriet. Hij werkt fijn en ja. Yeah. Hij haalt ook echt serieus al het make-up bij mij eraf. Dus dat. Dan heb ik dit zakje met een strik voor... Even gewoon alles weer afhalen. Voor deze... Kijk maar, een beetje te groot, maar genoeg pak. Met een strikje aan haar staat dan... Staat het hier ook op? Oké. Specially for you. Dus ja, en dat tasje was... Trouwens, ik heb van die doekjes nog niet opgenomen. Die doekjes waren... Verkeerde bom. De doekjes waren per stuk 79 cent. Dus 1,85 bij elkaar. En het tasje was volgens mij 29 cent. Ja, 29 cent was deze. En trouwens nog gelijk even over deze. Ik ga mijn moeder niet makkelijk maken, want ik ga hem nog inpakken. Dus dan weten jullie dat. Dan heb ik van Eric, heb ik vanille, een orchidee geurkaars gekocht. En hij ruikt meer dan vanille, maar hij ruikt wel echt lekker. Ik kan hem niet openmaken of zo makkelijk. Nee, maar ik wel nog irritant van, dus dat ik hem niet makkelijk open kan maken. Maar, oké. Okay. Ja, die ook. De kaas ziet er zo uit. Ja, gewoon simpel. En ik vind hem echt lekker ruiken. En die geurkaas was 1,29. En dan kom ik eigenlijk bij hetgeen wat ik eigenlijk toch wel, soms zeggen, ja, leukste vind. Want de oren al heel lang hebben. En ik dacht eerst van, nou ja, ik zou er toch nooit wat mee doen. Want omdat ik toch wel wat vaker de kaas gebruik, heb ik hem toch maar gekocht. Omdat ik ook een lekker geurtje heb. Dat is deze geurbrander van NC's Collection. En daar zitten dan olie nog bij. Nou ja, ik ga jullie hem even gewoon laten zien.
Alleen is het goed vastgeplakt en hij wil maar niet. Maar ik heb hem. Dan zet ik 3 olieën bij. Er zit vanille in, er zit lavendel in en er zit lily of white lily. Sorry. Die zit erin. En die kun je gewoon eroverheen sprenkelen en dan heb je gewoon een lekker geurtje. En het houdertje zelf. Dat is gewoon zo'n simpel wit houdertje. En er stonden nog wel meer, maar die vond ik niet zo leuk. En die waren dan allemaal geklust en stond een tekst op, maar die was niet zo leuk. Dus daarom deze. En die was 1,90. En dan heb ik nog natuurlijk ook geurtjes daarvoor. En wat wil je zeggen? En ik heb kaars die erbij liggen die ik dan niet heb gekocht. Maar die hadden we gewoon hier liggen. Maar omdat ik toch eigenlijk shopwerking opneem en daarna gelijk zo in de hoop weer heb ik gelijk de kaarsen vanuit de woonkamer meegenomen. Maar in ieder geval, ik heb hier ook geurtjes gekocht. Dat zijn er, even kijken. Er zijn er 6. Dus daar kwam ik ook wel eigenlijk voorlopig mee vooruit. Ik heb een van iets van een andere. En ja, de rest gewoon hetzelfde. Ik zal eerst met die andere beginnen. Dit is Wax Moods. En dit is de geur lavendel. Die had ik ook hierbij staan. Het zijn, even kijken hoeveel. Het zijn 6 zeepjes. Dus misschien dat ik het zo wat makkelijker kan vinden. Deze waren 89 cent en ze ruiken echt lekker naar vanille. Dus die kan ik altijd als ik een dag heb waarbij ik lekker wil gaan slapen, kan ik die doen. En dan zou ik op een gegeven moment lekker slapen. Dus die. En ik doe ze trouwens weer even terug in de verpakking. Dan heb ik chocola. Want die leek me eigenlijk ook best lekker. En het is niet dat ik echt van chocola zo hou. Oké. Deze zit allemaal los erin. Ja, zie je. Nou. Deze zit zoals ik al zei los erin. En ze ruikt echt naar chocola. Zo. En er zijn er 5. Nou. Alleen deze was met 6 trouwens. En ik zou ook even gelijk de prijs daarvan zeggen. Die waren 65 cent per stuk. Dus ja. Dan heb ik nog perzik. Ik heb echt het idee dat deze shop nog echt heel lang gaat duren met alles wat ik nog open moet maken en alles. Ik haal hier even gewoon een uit. Deze ruikt echt super lekker. En dat is gewoon oranje en ja. Hij ruikt gewoon lekker. En ik heb die geurtjes ook gewoon gekozen omdat ze lekker ruiken. En omdat ik toch geurtjes hiervoor nodig had. Want ik ga die olie ben ik aan het betwijfelen of dat ik die daarvoor ga gebruiken. Omdat ik vertrouw het met olie niet zo. En in principe is het onzin, want dit is ook gewoon olie. En ja, ik kijk toch wel even. Maar in ieder geval sowieso, die geurtjes zijn lekker. Dus. Dan heb ik nog deze. Dit is roos. En die ruikt ook echt naar rozen. Echt super lekker. En sowieso hou ik van rozen. Dan heb ik rode baas. En eerst aan de verpakking te zien dacht ik dat het lavendel was. Maar het was dus een klein foutje. Het was dus rode bes. Maar ja. Het is alsnog lekker. Ik heb trouwens ook daar een aanstik. En ik heb vanille. Kijk. Ik
denk ik de geur wat ik het minst lekkerst vind. Van al die geuren, ook al zijn ze allemaal lekker, maar oké. Ga ik er doen. En dit is vanille en die ruikt ook echt super lekker. En die waren allemaal dus per stuk 65 cent. En die heb ik dan 5 keer. En ik denk dat ik de rode best nog even in een brandertje ga doen. Alleen, moet ik even kijken. Ik ga gewoon een rode best even in doen en aansteken. Alleen heb ik hier de aansteker niet liggen. Dus ga ik daar even halen. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!